Nou, ik ga starten, denk ik. Misschien komen er daar nog wat meer mensen kijken. Goedenavond allemaal, van harte welkom bij deze live in de groep van Marianne Design. Ik had al een fotootje gepost hè, van wat ik vandaag ga maken. Weer eens een keer een cadeautje, want dat is lang geleden. En daar zit in 2 stukjes zeep. En dan een leuke verpakking eromheen gemaakt. Met spulletjes uit de aprilcollectie. Even kijken. En dat zijn dan de stempels. Even kijken. Hoe heet deze eigenlijk? Weet ik even niet. Nou, alsjeblieft een dankjewel. Die heb ik gebruikt. Jij hebt het zo verdiend. Voor een super lieve vriendin. Hartelijk bedankt. Zo fijn dat wij vriendinnen zijn. Nou ja, allemaal hele leuke bruikbare teksten. Dan hebben we hele leuke steentjes. In het fuchsia. Nou, die heb ik gebruikt. Hier, mooie fel roze. En dan hebben ze nog in het ijsblauw en het lila. En dan volgens mij 3 verschillende maatjes. Dan hebben we hele leuke malletjes uit de aprilcollectie. De diamantjes, de parfumflesjes en de tasjes. Dat heb ik er zo even tussen uitgevist. Er was natuurlijk nog veel meer in de aprilcollectie. En dan heb ik hier een restantje nog van mijn blokje van de aprilcollectie. Maar ik heb ook een nieuwe, dus ik kan hem even helemaal aan jullie zo laten zien. En dan hebben we een velletje met stickers. En we hebben van die dingetjes die je uit kunt drukken. 2 velletjes. En dan hebben we denk ik 8 verschillende patroontjes. Of 6, dat weet ik even niet. En even kijken hoor. Deze heb ik ook nog hierbij. Stippeltjes. En we hebben een beetje zo'n mozaïek figuurtje. En deze. En 2, 3, 6 verschillende patroontjes. En de achterkant. Zijn even gekleurd, dus je hebt altijd een mooi bijpassend papiertje erbij als je op zoek bent naar even papier, want de achterkant is ook gekleurd. Nou, dan heb ik al het een en ander voorbereid, want anders zit ik alleen maar te stansen en dat is ook niet zo gezellig, hè? Dus ik heb hier al een bakje vol met stansjes. Daar kijken wat ik ervan ga gebruiken. Maar we zullen eens beginnen met de basis. Dus ik heb 2 strookjes. Die zijn zo ongeveer 7,7. Want het doosje is volgens mij 7,5 centimeter. En ik wilde wel dat hij er helemaal binnen viel. Ja, 7,5 bij 7,5 is het doosje. Dus ik heb hem iets groter gemaakt. En dan pak ik mijn scorebord erbij. Even kijken, een rol. Nou, ik zie nog steeds mensen binnenkomen. Welkom allemaal. Nou, als er vragen zijn, dan moet je ze gewoon stellen, want ik lees weer mee. Kijk, ik wil eigenlijk, ik begin met een railline randje op 2 centimeter. Die is, ik denk, 30 of zo. Maar dat maakt op zich niet uit, Willy. Want, of Annie, moet ik zeggen. Want je hebt niet heel de lengte nodig. Het gaat eigenlijk meer om de breedte. Volgens mij is die 30, denk ik. Het is gewoon van dat fluweel karton. 30,5.
Ja, ongeveer. Dus ik begin met 2 centimeter. En nu ga ik een beetje om het doosje heen rillen. Want ik kreeg het niet goed uitgemeten, omdat het een beetje een... ja, als ik 7,5 doe, dan is het te strak, hè? Dan krijg je hem niet meer uit de verpakking. Dus ik ga eigenlijk, leg ik hem gewoon zo neer. En dan ga ik gewoon, zorg ik wel dat mijn papier recht ligt. Anders ga ik natuurlijk daar scheef rillen. En dan haak ik de verpakking even weg. En dan doe ik hier gewoon een rillijntje. En dan vouw ik hem. Kijk, het moet niet te strak, maar het moet ook niet te los, want dan valt hij eruit heel makkelijk. Dus ik leg hem gewoon zo neer en dan kijk ik dat het hier ongeveer een beetje gelijk is. Niet heel scheef ligt. En dan ga ik dadelijk rillen op dit lijntje. Dan vouw ik hem wel iedere keer even om. Nou, dat doe ik bij deze dus ook weer. Oh, dat ben ik even kwijt. Welke was het nou? Deze. En dan rill ik hem nu nog op 1,5 centimeter. Nou, mijn scorebord heeft niet overal halve centimeters. Dus dan leg ik hem op 6. En ik heb wel 7,5. Dus dan doe ik hier even een rijntje rillen. En dan snij ik hem, ja, net iets voor de rillijn, snij ik hem af. En als het goed is, past hij er dan goed tussen. Of ik moet het verkeerd hebben gedaan. Kijk, en dan kan die ook nog goed schuiven. Nou, dan geef ik hem hier een tapeje. Dan doe ik hem er weer heel even tussen, want dat is makkelijker met het dichtmaken. En dan plak ik hem zo dicht en dan kan hij nog makkelijk schuiven. Nou, dat ga ik dus nog een keertje doen. Dan begin ik weer op 2 centimeter.
Nou, ik zie allemaal nog mensen binnenkomen. Welkom allemaal. Ja, ik had het allemaal geprobeerd om het netjes te doen met maat, Antoinette, maar het lukte niet. Omdat het, ja, dan ga je echt met millimeters werken. En dat gaat niet zo makkelijk. Dus het was of ik kreeg hem er niet meer uit, of hij schoot er zo uit omdat het te ruim was. Dus ik denk, nou, dan probeer ik het gewoon zo. En dan komt het vast wel goed. Het is alleen dat je even moet zorgen dat je papier gewoon netjes niet te veel verschuift. Kijk, zo een beetje. En zo kun je eigenlijk elke verpakking op maat maken, als je niet allemaal die maten uit hoeft te gaan zitten meten. Even kijken hoe ver ik ben. Ja, bij de laatste. Dus dan doe ik hem hier. Doe ik hem weer even op de 6 leggen. Kijken of hij goed ligt. Ja. En dan doe ik hem op 7,5. Dan heb ik het laatste randje. Is dan 1,5 centimeter. En dan... snijd hem net voor het rillijntje, snijd hem af. Kijk ik hier wel even of die netjes recht ligt ongeveer. Ik kan het niet zo goed zien. Volgens mij klopt die zo wel, ja. Ja, dan doen we hier een tapeje. Dan pak ik het doosje weer even erbij, dat is iets makkelijker. Nou, dan is de basis dus eigenlijk al klaar. Hè? En dan gaan we deze kanten, die gaan we tegen elkaar aanplakken. Dus dan heb je ook aan de buitenkant geen naden, zeg maar. Ik kan hier ook trouwens beter even het doosje in doen. Dan kan ik iets meer kracht zetten. Zo.
Dan doe ik ook even het zeepje erin, denk ik, aan deze kant. Dan haal ik het heel eventjes naar me toe, dat ik echt zie dat ik recht ga. Nou, dan hebben we de basis hebben we al klaar. Het is heel simpel. En dan gaan we nou leuk aankleden. Vind ik het wel leuk om dit papiertje te gebruiken. Dus dan ga ik uit mijn nieuwe blokje eventjes een mooi papiertje erbij zoeken. En dan kies ik voor deze erbij. Dan hebben we toch dadelijk een heel ander doosje met de verschillende kleuren. En dan ga ik twee vierkantjes op maat maken. Ik dacht, even kijken. 7,5. Ja, iets meer dan 7,5. Ik hou het gewoon even op 7,5 nu. Kijken of ik die er zo nog uit kan halen. Oh, wacht. Ik ga even de kant hebben die nog een beetje recht is. Nou, ik zie dat er allemaal nog mensen binnenkomen. Welkom allemaal. Kijk, het kan best zijn dat ik er daar nog even een stukje ergens voor afhaal. Nou, deze is eigenlijk al wel goed. En dan ga ik hier nog even deze op maat maken. Dat ga ik eerst zo doen. Die doen we al aan deze kant. Je kunt het met lijm doen, maar ik doe het meestal met tape. Het voordeel van lijm is dat je nog een beetje kunt schuiven als je het niet helemaal recht hebt geplakt. Maar ik vind tape voor dit soort dingen iets fijner werken. En je kunt ook gewoon een enkel doosje maken. Dat is ook leuk als juffercadeautje of zo, hè? Als je er eentje doet. Nou, haak ik heel even een beetje naar me toe. Dan kan ik even kijken of ik eens recht plak.
Zijn er vragen ondertussen of is het duidelijk zo? Duidelijk lees ik nou helemaal goed. Nou, dan vind ik het ook leuk om die zijstukjes te beplakken. Moet ik even kijken of ik nou een stukje heb wat even groot is. Ja. Nou, dan doe ik even een beetje op de gok. Kijken of ik daar nog een stukje eraf moet halen of dat het in één keer goed is. En dat doe ik dan gespiegeld. Dus dan plak ik dit papiertje, plak ik hier en die plak ik aan de andere kant. Maar dan kun je allemaal net zo doen als je zelf wil, hè. Rita, ik ben een cadeautje aan het maken met twee zeepdoosjes. Ik zal daar nog even het voorbeeld laten zien. En dan aan de andere kant. Die moet ik wel even netjes snijden, want die is een beetje. Zo. Even kijken of het een beetje past. Nou, nog een heel klein randje af. Zo is het iets beter. Nou, dan is de basis dus eigenlijk al klaar. Ik zal even laten zien wat ik ga maken aan Rita. Kijk, hier zitten twee stukjes zeep in. En dan heb ik hem leuk aangekleed met de spulletjes uit de aprilcollectie. Zo, dus dit is klaar. Nou, ik had dus al het een en ander voorbereid. En dan ga ik gewoon eens even kijken wat leuk is.
Misschien stans ik daar nog iets erbij als ik nu iets tekort kom. Even kijken hoor. Grijs misschien nog erbij. Deze heb ik nog. Roze denk ik even niet. Wat is dit nog? Goeie kleur. Zo, nou ga ik eerst eens even kijken. Wat is leuk? Even kijken hoor. En dan heb ik uit holografisch karton heb ik die deksel gestanst die bij dat potje hoort. Kijk, dit vind ik al wel leuker uitzien. Misschien ook flesje erbij. Zo. En dan ga ik even aan de andere kant. Maar ik denk dat ik wel iets nog in het grijze bij wil. Dat breekt een beetje. Ik denk zo'n tas ook nog in het grijs. Keukenpapiertje onder. Wacht even voor deze, denk ik. Dat is leuker. Nou, zo is het dan een beetje puzzelen, hè, wat leuk is. Misschien deze toch erbij. Dat steekt wel meer af. Zo, nou deze kan ik al bewaren. En dan had ik die dopjes van die flessen, heb ik ook allemaal al een keer uitgestanst uit holografisch karton. Moet ik even kijken, deze en deze. En die. Pak ik even mijn schaartje. En dan knip ik die hier gewoon los. En die, oh die heb ik helemaal niet. Verkeerde, deze.
En die kan dan daarop. En deze knip ik hier zo af. En deze ook. Kijk, dan geeft het net iets meer. Met zo'n bling bling dopje. Even kijken hoor. Ja, wel kan ook bij een grootstandsmachinerie. Je moet alleen wel even uitkijken dat je niet te dik eronder doet. Als je heel veel weerstand voelt, dan moet je niet doordraaien. En sommige machines hebben ook een embossingmatje erbij, hè? Dus. En deze nog. Nou, en dan hebben de tasjes, die hebben nog leuke hengsels. Die had ik ook al uitgestanst. En dan kan deze hier achter. En dat doen we ook bij de grote tas. En deze ook weer aan de achterkant. Nou, doen we dan ook nog even bij deze twee.
Zo, de grote nog. En dan gaan we het op de verpakking plakken. Even een lijntje doen. Deze ernaast. En dan plak ik deze op met een 3D tapeje, zodat er nog een beetje diepte in komt. Plak het allemaal een beetje over elkaar heen. Ik ga het niet helemaal uit zitten meten. Nou, dan de andere kant nog.
Even kijken hoor, ik denk dat ik die nou zo doe. En dan deze weer met een 3D tapeje. En deze ook. En dan ga ik daar nog een leuke tekst uitzoeken. Annie, en als je hem een keer ververst, want bij mij loopt hij gewoon door. Ik weet niet of hij bij meer mensen stilstaat. Misschien als je de pagina een keer ververst, wat hij dan weer doet. Alles oké okay weer, nou, gelukkig. Kijk, die plak ik dan een beetje zo. Dan ga ik even kijken voor een tekst. Even kijken, waar heb ik ze laten? Ja. Even kijken. Nou, wat is leuk. Zo blij dat wij vriendinnen zijn, is wel leuk. Even kijken of die hierin past. Ja. Leg deze even aan de kant. Okay. Stempelhoopje erbij. En een kijk even voor een grijs inktje. Ik weet dus nooit of ik nou de goede heb. Even kijken. Ik denk deze. Ja. Deze is het. Bij Doe Ding, Mieke, is de Art Glitter lijn te koop. Even kijken, waar heb ik nou die slijm al? Oh, hier. Zet ik dan wel even vast met een tape. Anders verschuift hij.
kijken. Ja. Past helemaal goed. Dan doe ik hem alleen zo nog even een keertje. Net ietsje te. Te ver gestempeld. Zo. Plak hem even allebei de kanten vast. Zo is het ook opgelost. Dan heb ik hem gewoon iets korter gemaakt. Nou, dan stand ik die dingetjes die erbij horen nog even uit. Nou, die vouwen we dan dubbel. Die kan dan duidelijk over de label heen. Ik heb alleen even een beetje het rillandje kwijt. Maar zo is die goed. Deze eroverheen. Kijk of die netjes zit. Ja. Nou, we gaan eens even kijken of ik nog een leuk koordje heb.
die leuk is. Nou, die is hier wel leuk. Dat doe ik ook met een 3D tapeje. Dan ga ik vast even de zeepjes er goed in doen. Zo. En dan heb ik ook nog wat diamantjes. Kijken of ik hem daar een beetje mee kan versieren. Zo her en der. Kijk, ik dacht dat ik ook nog een kleiner had. Die ze wel kan vinden. Ja, deze zocht ik. Die doe ik niet al te groot, want die wil ik precies hier tussen doen. Zo. Nou, dan doe ik hier nog een blingetje. Het is veel bling bling voor mijn doen, maar het is ook wel eens een keer leuk. Pakken we deze nog hier zo. Even kijken of we nog een leuk iets kleiner hebben. Die doen we nog hier. Zo. Ja, dan denk ik dat ik hem zo laat. Even een beetje mijn matje opruimen. Kijk, dan hebben we twee cadeaudoosjes. Door de kleuren toch nog heel verschillend geworden eigenlijk. Zo. Zijn er nog vragen? Was het allemaal duidelijk?
Even kijken hoor, of ik iets gemist heb. Volgens mij niet, hè? Geen vragen, dames. Nou, dan ga ik hem afsluiten, denk ik. Wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor het kijken. En ik ben er weer op woensdag 18 mei. Dus dan hoop ik dat jullie er ook weer zijn. Heel graag tot dan en nog een fijne avond.